Het gros van het personeel van de Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft vandaag het achterstallig geld van de TWK-betalingen ontvangen. Echter heeft niet een ieder ontvangen omdat de overmakingen van bank tot bank verschillen, zegt Hugo Blanker, voorzitter van de Werknemersfederatie Universiteit Suriname. Blanker zegt dat hij van de voorzitter van het universiteitsbestuur heeft begrepen dat het geld is overgemaakt op de rekening van de universiteit. Een groep werknemers protesteerde gisteren bij het kabinet van de vicepresident, waar zij antwoord eisten van waarnemend president Brunswijk over de betaling van hun TWK-gelden. Blanker zegt dat zodra alle medewerkers hebben ontvangen, het werk zal worden hervat.